en welkom weer bij een nieuwe video. Ik ben Roos en sommigen van jullie zullen mij misschien ook kennen als Mode Rosa. En ik ben 9 jaar geleden een blog gestart en inmiddels heel erg actief op Instagram, waar ik eigenlijk elke dag mijn looks laat zien. Dus vandaag ga ik in samenwerking met Nelson jullie meer vertellen over de trends van het najaar. En gezien ik natuurlijk gek ben op mode, probeer ik ook altijd op de hoogte te blijven van de trends. En dit deel ik ook altijd op Instagram. Dus vandaag ga ik jullie laten zien wat nou de schoenentrends zijn van 2017-2018. Van bikerboots tot loafers tot laklaarzen. Ik zou zeggen, laten we beginnen. En de eerste trend waar we het over gaan hebben is de folklore trend. Dit is eigenlijk iets wat je al jaren ziet, maar wat ook deze winter weer super hot is. Je zag het onder andere wederom bij Dolce & Gabbana. En we hebben hier een paar super gave laarzen waar je dus die embroidery zeg maar op terug ziet komen. Wat je veel ziet bij deze trend is het bloemenpatroon. En hier zie je hem dus op het leertje. En ik zou je nu even een paar schoenen laten zien waarbij dus de hele schoen in een bloemenpatroon is. Hoe cool! Kijk eens even hoe te gek zijn deze laarsjes. Het is ook een soort van velvetachtig met allemaal toffe bloemen. En zelf zou ik deze schoenen denk ik combineren met een toffe jeans en bijvoorbeeld zo'n lekkere rode trui erop. Want hoe leuk is deze look nou samen? En de laatste schoenen die ook nog bij deze trend horen zijn deze te gekke Dr. Martens. Even serieus, hoe leuk zijn deze? Ik ben sowieso gek op Dr. Martens omdat je ze eigenlijk het hele jaar door kan dragen. Van zomer tot winter. Zomer super leuk voor een festival. Onder een leuk jurkje of een lekker spijkershortje. En in de winter ook heel erg leuk met een leren skinny en een lekkere grote trui. En zometeen aan het eind van de video ga ik mijn 3 favoriete schoenen uitkiezen. En daarmee ook een look voor jullie creëren. Dus blijf zeker eventjes kijken. En de volgende trend zijn de bikerboots. De bikerboots zijn natuurlijk gewoon eigenlijk niet weg te denken uit het straatbeeld. Want dat zie je al jaar na jaar na jaar terugkomen. Dit jaar zagen we het onder andere bij Hermès en Dior weer op de catwalk. En ik heb een aantal leuke bikerboots voor jullie uitgezocht om te laten zien. Als eerste hebben we deze te gekke bikerboots. Ik vind deze echt super gaaf. Het toffe hieraan van vind ik dat ze zowel lomp zijn, maar toch enigszins ook nog wel vrouwelijk. En dat ze door al die riempjes en die kleine stukjes net eventjes iets anders worden. Mocht je dit nou niet zo leuk vinden en wil je voor een iets veilige variant gaan, dan is dit wellicht een optie voor je. Dit is de variant met veters en ziet er eigenlijk ietsjes cleaner en wat eleganter uit. Dus ben jij nou een type die niet van die hele grove boots houdt, dan is dit zeker een optie voor jou. Deze zijn bijvoorbeeld heel leuk te combineren met bijvoorbeeld een panty, een leuk jurkje en een lekker leren jasje. En zelf hou ik er ook heel erg van om dit met een beetje een wat lossere jeans te dragen en een grote oversized jas. Voor een beetje die shabby look, maar dat past gewoon heel erg leuk bij elkaar. Ik vind zelf deze heel erg cool. En de volgende trend waar ik het met jullie over ga hebben zijn loafers. Jullie hebben misschien al aan mijn voeten deze superleuke schoenen gezien. En dit zijn de lakloafers met een soort van horsepit aan de bovenkant. En dit is natuurlijk een beetje afgeleid van Gucci. Want Gucci is wel de voorloper als het gaat over alles wat met loafers te maken heeft. En ik heb vandaag nog een heel leuk paar voor jullie uitgezocht. Namelijk deze. Ik heb nu zelf eentje aan met een wat hoger hak. En deze hebben een wat lager hak. En die zijn dus eigenlijk goed voor elke dag. Ze zitten heerlijk, want ik heb ze eventjes getest. En ze zijn wel wat stoerder, doordat er een randje met stukjes op zit. En ook door dat bandje wat er hier overheen zit, maakt ze net een beetje, ja, eigenlijk wat mannelijker. Maar dit is sowieso wel iets wat je veel ziet qua trends. Dat de schoenen allemaal ietsjes grover en lomper mogen zijn. Ik zelf zou deze combineren met een leuk pantalonnetje. En een mooie grote trui of een mooie blouse. Het is maar net voor welke gelegenheid je ze aan wilt trekken. Het kan ook prima met een jeans. Maar wanneer je ze voor je werk aan wilt en je net wat netter moet, is dit ook echt een perfect paardje. En wanneer je echt op chic wil gaan, kan je natuurlijk de schoenen die ik nu op dit moment aan heb ook bijvoorbeeld met een rok combineren. Maar zoals je ziet heb ik ze vandaag juist op een stoere manier gecombineerd. Met een lekkere jeans en een stoer en wijd t-shirt. Dus het is heel erg leuk om zo je schoenen op verschillende manieren te stylen. En dan gaan we door naar de vierde trend. En eigenlijk heb ik jullie al een tipje van de sluier gegeven om deze schoenen aan te trekken. Want het gaat namelijk over lakleer. En ik heb 2 ontzettend gave laarsjes voor jullie in lakleer. Als eerste deze te gekke laarsjes van Calvin Klein. Echt, ik vind deze zo mooi. Ik zou ze direct aantrekken. We zagen voor de winter onder andere bij Tibi en Dries van Noten de laklaarzen terugkomen. En deze die zijn eigenlijk perfect voor elke dag. Er zit een stevige hak onder en ze zitten heel erg lekker. En je kan ze zowel netjes als stoer dragen. Wat ik bijvoorbeeld heel erg leuk vind om te doen, is om deze schoenen nou ook weer te combineren met zo'n heerlijke
lakbroek. Om dan net eventjes iets gekkers te doen. En dan wel bijvoorbeeld zo'n hele grote en fluffy trui erop aantrekken. Maar mocht je dit paar nou iets te chic vinden, heb ik ook nog een ander leuk paardje voor jullie. En dat zijn deze. Deze die zijn net ietsje stoerder door de grove zool en de haakjes aan de bovenkant. Maar dit kun je natuurlijk ook wel weer op een stoere en een vrouwelijke manier dragen. Maar mocht je nou niet zo van hakken houden, dan is deze lakversie misschien beter voor jou. En dan gaan we alweer door naar de laatste trend. En dit is misschien wel mijn favoriete trendje. En dat zijn namelijk de soklaarzen. Dit is iets wat je zag bij onder andere Balenciaga en bij Celine. En Nelson heeft een paar hele toffe varianten voor jullie. Waaronder deze te gekke overknee soklaarzen. En ik vind het bijvoorbeeld heel erg leuk om deze te combineren met een lange rok. En zoals jullie net natuurlijk hebben gezien bij de schoenentrends, dat bloemetjes heel erg in zijn, geldt het ook voor kleding. Dit is een lange rok. En hoe tof is het om deze laars met deze rok te combineren? En dan bijvoorbeeld een lekkere grote sweater erop. En daarnaast is het ook heel erg mooi, vind ik, als je dit draagt met een leuk jurkje. En dan weer een mooi jasje erover. En de tweede optie die we hebben, dat zijn deze laarsjes. Deze zijn van Steve Madden. En ik vind ze echt te gek, moet ik zeggen. Ze vallen echt super mooi om je enkel. Net als een sok dus. Daar komt de naam ook vandaan. En ik vind het super gaaf om dit te dragen met bijvoorbeeld die broeken die net wat korter zijn op de enkel. Zoals vandaag ook met deze jeans bijvoorbeeld. Zometeen naar de winter toe wordt het gewoon eigenlijk te koud om met van die blote enkels te lopen. En deze laarsjes zijn daar echt de perfecte oplossing voor. Zeker een favorietje. En even voor jullie informatie. Ik zal hieronder alle schoenen linken naar de website van Nelson. Zodat jullie eventueel direct kunnen shoppen. Ik ga nu mijn 3 favoriete schoenen uitzoeken. 3 toffe looks voor jullie maken. En dan zie ik jullie zo weer. Dit waren de trends van 2017-2018 en ik ben heel erg benieuwd welke trend jouw favoriet is en ook welke schoenen jouw favoriet zijn. Jullie kunnen alle schoenen terugvinden op de website van Nelson of in de winkel en ik hoop jullie volgende maand weer te zien met een nieuwe trendvideo in samenwerking met Nelson.